Goedenavond, Tomo. Ook goedenavond, panel. Ik ben inderdaad techniekfilosoof. En misschien is het wel handig om daar even iets over te zeggen. Want ik denk dat veel mensen techniek en filosofie niet meteen met elkaar verbinden. Techniekfilosofie is filosofie, gebruikt argumenten, theorie, concepten. Maar gaat specifiek in op techniek en vooral op nieuwe technologieën. In mijn geval is dat robotica en artificiële intelligentie. Dus ik volg ook, net zoals de vorige spreker, wat er allemaal gebeurt op het gebied van techniek. En dan zie ik het als mijn taak om daar kritisch naar te kijken, om te proberen begrijpen wat er aan de hand is, om techniek te begrijpen, maar ook om te evalueren, om te kijken van, zijn dat nu wel goede ontwikkelingen? Is dat een richting waarin we moeten gaan? Wat zijn de problemen ook met die nieuwe techniek? Wat we vooral horen als we naar het publieke debat over techniek kijken, en vooral artificiële intelligentie, dan horen we allerlei alarmerende geluiden. Enerzijds zijn we gewend van science fiction om bang te zijn voor technologie. Technologie is fascinerend, maar we zijn ook bang, want het science fiction heeft ons bang gemaakt. Science fiction creëert allerlei scenario's waarin bijvoorbeeld robots de wereld overnemen, waarin artificial intelligence ons het leven moeilijk maakt of zelfs ons uitroeit. Daarnaast heb je in de echte wereld, zeg maar, de wereld van de non-fictie, heb je mensen zoals Elon Musk die waarschuwen voor de gevaren van artificiële intelligentie. Dus enerzijds gaan ze wel die techniek volledig steunen, gaan ze zelf techniek ontwerpen, gaan ze heel veel investeren in die nieuwe techniek, maar tegelijk ook weer dat doemdenken overnemen. Dat doemdenken over artificiële intelligentie en robots. Hier gaan de robots toch blijkbaar weer onze civilisatie gaan kapotmaken. Dan heb je ook transhumanisten. Transhumanisten die nadenken over hoe kunnen we de mens verbeteren. Hoe kunnen we door middel van genetische ingrepen, door middel van nieuwe technieken op allerlei gebieden, ook in de neurowetenschappen, hoe kunnen we de mens op allerlei gebieden verbeteren, aan de mens sleutelen. En Nick Bostrom is één ervan en zegt van, we humans are like small children playing with a bomb. En dat zegt hij omdat hij ook waarschuwt voor de mogelijke gevaren. Dus het is in de mode vandaag, hè, zelfs bij mensen die zeer sterk de technologie steunen en die de technologie zien als iets dat de mensheid gaat veranderen, moet veranderen zelfs. Zelfs bij die mensen heb je een soort van doemdenken. En daarachter ligt eigenlijk de gedachte dat er die technologische verandering dat die zeer snel is en dat die zo ons leven op deze planeet gaat veranderen dat we eigenlijk als mensen een beetje in de hoek komen te staan of zelfs verdwijnen. En wat ik vind daarvan is dat natuurlijk het belangrijk is om naar de ethische kanten te kijken van de technologie, om kritisch te zijn naar technologie toe, maar dat die science fiction en ook de science fiction in het denken van sommige mensen binnen de transhumanistische beweging, dat ook gevaarlijk is, dat dat ook problematisch is. Want als we dit soort claims de hele tijd lezen, en als zelfs mensen zoals Elon Musk en zelfs Poetin, als die allemaal dat soort claims gaan maken over het einde van de mensheid, over existentiële gevaren, dan gaan we misschien geen oog meer hebben voor ethiek met de kleine letter. Ethiek die gaat over u en ik in het dagelijkse leven, die al technologie gebruiken en waar allerlei
veranderingen in de technologie wel degelijk hun invloed hebben op ons leven, maar we zien het niet de hele tijd. We zien niet die robot die als Terminator op ons afkomt. We zien niet de algoritmes die wel degelijk veel meer doen dan ze vroeger deden, omdat ze achter het scherm zich verstoppen. Ze zijn onzichtbaar, maar ze zijn er wel in de gezondheidszorg, in transport, in industrie. En ik denk dat dat de dringende vragen zijn en de belangrijke vragen. En vragen die zowel in bedrijfsleven als in politiek als voor mensen in de academische wereld belangrijk zijn om naar te kijken. En ik denk daar moeten we vooral onze verbeelding en creatief op loslaten om dat soort problemen te gaan aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan de industrie. We hebben al sinds de 19e eeuw hebben we veranderingen in de industrie waar steeds meer machines het werk overnemen van mensen. En vandaag komt daar nog een schepje bij. Gaan die machines intelligenter worden? Kunnen die steeds meer en de mens verdwijnt steeds meer uit die fabrieken? Thuis gebruiken we een smartphone, maar die smartphone die is niet meer de smartphone die 10 jaar geleden was. Die smartphone is een persoonlijke assistent. Die smartphone wordt intelligenter, kan met een menselijke stem spreken en wordt steeds meer een interface naar al die technologieën die we eigenlijk niet kennen, die we eigenlijk niet weten wat ze doen, die we niet weten wie ze gemaakt heeft, wie daarachter zit, welk bedrijf bijvoorbeeld, maar ze beïnvloeden ons leven door de search engines, door allerlei apps die we gebruiken en waar allerlei technologie achter zit. Op het werk zien we niet de robot die naast ons op de bureau zit, maar we zien wel dat steeds meer door het gebruik van computers en allerlei programma's op het werk, dat die technologie een belangrijke rol gaat spelen. En dus opnieuw is het onzichtbare, niet zo spectaculaire technologie eigenlijk, die toch wel ons leven gaat bepalen en waarvan je dan kunt afvragen van hoe is het op het werk binnen 20 jaar? Is misschien de medewerker aan de andere kant van het bureau, is die daar nog? Want misschien kan een machine dat werk overnemen. En dat is niet steeds meer werk dat dus niet enkel gaat om werk dat je met je handen normaal doet, maar ook werk dat je met je geest doet. Dus steeds meer kan dit soort werk ook gebeuren door machines. Financiële wereld, bitcoin, blockchain-technologie, er zijn steeds meer mogelijkheden om ook daar slimme technologie in te zetten. Bitcoin heeft veel ophef gemaakt, maar er zijn heel veel andere cryptocurrencies, munten die eigenlijk niet meer bestaan als briefjes of als munten. Je kunt er wel symbolisch een munt van maken, maar eigenlijk zijn het volledig virtuele currencies. En werken ze volgens een heel ander principe, waar je peer-to-peer, horizontaal zeg maar, met elkaar gaat zaken doen en die munten gaat verhandelen, maar waar eigenlijk dan geen centrale bank meer bij te pas komt, waar ook geen andere bank bij te pas komt. Dus ook op dat gebied zijn er allerlei veranderingen. In transport zien we de zelfrijdende auto en ook daar zeg maar, er wordt heel veel over de zelfrijdende auto gesproken, die helemaal autonoom rijdt. Maar eigenlijk zijn dit soort veranderingen, kruipen ze langzaam in ons leven binnen. Mensen onder u die een geavanceerde auto hebben, daar zijn al heel wat functies in die steeds automatischer worden. En dit gaat zich spreiden over alle soorten auto's. Taxisystemen worden al veranderd door de technologie. En tegelijk ook weer met die media die we al gebruiken via de smartphone, zoals het systeem dat Uber gebruikt en zo, zijn er heel nieuwe businessmodellen die daaraan gekoppeld worden. Dus transport is zich ook langzaam, maar zeker aan het veranderen. Dan gezondheidszorg is iets waar ik zelf ook onderzoek naar heb gedaan. Heb je de robots in de gezondheidszorg die hier bijvoorbeeld ouderen kunnen bij elkaar brengen, ze praten over de robot, ze kunnen de robot als een soort van huisdier gebruiken.
kan handig zijn, maar opnieuw is een soort van denken van meer technologie. En dan stelt zich ook weer de vraag van wat betekent dat voor mensen die dan in die gezondheidszorg een rol gaan hebben. Welke rol hebben zij nog in die gezondheidszorg? Militaire toepassingen dan. De bewuste drones. Ook daar heb je heel spectaculaire gevallen van drones, de zogenaamde killer drones, die eigenlijk automatisch mensen kunnen gaan opsporen en mensen doden. Daar stellen zich uiteraard ethische vragen. Moeten we dat toelaten? Moet dat kunnen? Maar ik zou zeggen, ook daar moeten we kijken naar de kleine veranderingen, want automatisering gaat ook daar in het militaire gebied op allerlei, gaat zich op allerlei toepassingen richten. En ja, de hele manier waarop, waarop militairen werken veranderen. Big data is ook al vernoemd. Ja, heel belangrijk. Van, je hebt de algoritmes, maar je hebt ook de data waarmee ze werken. Die combinatie samen. Je kunt dan weer die grote claims maken van ja, gaan heel enge dingen gebeuren. Maar ik denk dat het belangrijk is om te kijken van hoe precies gaan nu die big data, hoe gaan die ons leven veranderen. En eigenlijk, ja, ideeën zoals Internet of Things, het lijkt wel dat overal die technologie gaat inkruipen. Vorige spreekster heeft die worm als voorbeeld gegeven. Inderdaad gaat technologie overal in zitten. En dus is de vraag van wat gaat die smart technology doen? Dus opnieuw hebben we geen robots die de mensheid bedreigen hier, maar we hebben wel een andere situatie op het werk, thuis. En daar moeten we over nadenken. Dus als we dan wat concreter gaan kijken, wat voor problemen hebben we dan in de financiële wereld, in de militaire technologie en in de gezondheidszorg? Dan wil ik wel wat voorbeelden geven uit mijn eigen onderzoek om even wat dieper daarnaar te kijken. Een eerste probleem waar ik naar gekeken heb, is verantwoordelijkheid. Van het probleem van verantwoordelijkheid heb je altijd als je meer automatisering hebt. Bijvoorbeeld die drones, als je het doden van mensen automatiseert, dan stelt zich de vraag van verantwoordelijkheid. Als je drones zelf laat beslissen welk target wordt uitgekozen om een raket op af te schieten, dan stelt zich uiteraard de vraag van ja, wie is dan verantwoordelijk voor die handeling? Is dat dan alleen de mens of is dat dan ook die drone die beslissing heeft genomen? En als je zegt het moet de mens zijn, kun je die mens wel verantwoordelijk houden? Want misschien gaat die hele slimme technologie zo erg de eigen gang gaan en zelf keuzes maken, dat je dus als mens eigenlijk buiten de loop gaat, op de achtergrond blijft. En dus voor de ethiek is dat een probleem. Met een zelfrijdende auto, als je hem helemaal autonoom maakt, ja, als er dan een ongeval gebeurt, wie is verantwoordelijk? Is het de bestuurder, die eigenlijk geen bestuurder meer is, die een passagier is geworden? Is het het bedrijf dat die technologie heeft ontworpen? Is het de mensen die die auto moesten onderhouden? Er zijn, zoals dikwijls in de technologie, heel veel handen, zoals men zegt, aan die technologie. Dus heel veel mensen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn en die eigenlijk door die nieuwe autonome technologie een beetje buitenspel lijken te worden gezet. Een tweede belangrijk thema dat er ook wel mee te maken heeft, vind ik morele afstand. Als je dus een drone hebt die letterlijk op een grote fysieke afstand mensen kan doden en je hebt de operators dus aan de andere kant van de aarde zitten, dan kun je de vraag stellen van als die mensen, zelfs al is er geen automatisering, de techniek maakt die afstand mogelijk en is er dan ook geen grote morele afstand? Wordt het niet makkelijker om iemand te doden als je op zo'n afstand bent? En om weer naar een minder spectaculair voorbeeld te gaan, maar iets dat wel degelijk al in onze samenleving gebruikt wordt, namelijk in de gezondheidszorg, robots. Robots die opereren, robots die ook in de verpleging ingezet kunnen worden. Hier heb je een voorbeeld van een robot die een operatie doet.
De chirurg kan op afstand die operatie doen. Die zit in een soort van cockpit, zou je kunnen zeggen. Net zoals een drone operator in een cockpit zit. Of als een financiële operator zit ook in een soort van cockpit. Allemaal schermen, een remote control eigenlijk. Die chirurg doet die operatie op afstand. En ziet natuurlijk wel wat hij doet via de technologie. Maar staat daar niet bij die patiënt. Staat niet bij die patiënt die mens is. Ziet allerlei dingen door het scherm. Is dat geen probleem dat er die afstand is? Creëert dat ook weer een morele afstand? Wat als er iets misgaat? Is dan ook weer is het een probleem van degene die die technologie gemaakt heeft? Is het een probleem van degene die de operator is? Is het een probleem van iemand in dit geval die helpt om de instrumenten eerst op een juiste manier op die patiënt aan te brengen? Dus er zijn weer heel veel mensen die hiermee te maken hebben, maar is ook die machine die een nieuwe rol heeft en opnieuw stelt zich de vraag rond verantwoordelijkheid en afstand. Naast dit soort van ethische problemen heb je ook problemen die niet door mensen zoals Musk worden aangeroerd, omdat ze heel erg kijken naar de hele planeet, heel erg kijken ook door de bril van de wetenschap alleen. Maar als je naar de sociale wetenschappen gaat en als je naar de politieke wetenschappen gaat, naar de economie ook, dan ga je naar een ander level waar ook problemen zich stellen en problemen die ook weer niet zo erg door de science fiction altijd worden aangeroerd. Namelijk de maatschappelijke problemen. Financiering van de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Sommigen zeggen van ja, als je te weinig mensen in de verpleging hebt, haal dan de robots. Maar dat betekent dus dat je misschien minder contact hebt met mensen in de gezondheidszorg. En dan stelt zich de vraag van ja, als je geen robots hebt, is de gezondheidszorg nog betaalbaar? Lossen die robots die betaalbaarheid, dat betaalbaarheidsprobleem op? Of is dat niet de oplossing? Moeten we naar een andere oplossing gaan? Dus een maatschappelijk probleem dat in feite daar al was voor de robots, komt meer in focus, wordt nog belangrijker. Werk en inkomen is al aangeroerd in het panel. Wat moeten we doen als steeds meer jobs door machines worden overgenomen? Betekent dat dat we die mensen die dan hun job verliezen, dat we ze moeten proberen een andere job te geven? Of moeten we de hele samenleving herdenken, naar een ander model van arbeid gaan of naar een ander model van zinvolle tijdsbesteding gaan? Moeten we een basisinkomen geven aan mensen? Moeten we helemaal een alternatieve manier van tijdsbesteding verzinnen? Kunnen we bijvoorbeeld mensen naar de zorg kanaliseren? Of moeten mensen creatief aan de slag gaan? Is dit soort van denken, is dat alleen maar leuk voor mensen die zelf heel creatief zijn en willen zijn, of die sowieso het al goed hebben? Is het misschien minder leuk toekomstscenario voor andere mensen? Ik weet het niet, maar het is wel vragen die we moeten stellen. Bijvoorbeeld als we kijken naar blockchain-technologie, dan zien we dat het natuurlijk over de technologie gaat en over de kleine ethische problemen van op niveau van het individu. Bijvoorbeeld iemand gebruikt het voor criminele activiteiten, is een probleem. Maar we moeten ook de maatschappelijke vraag stellen. Wat gebeurt er als je via blockchain-technologie bijvoorbeeld smart contracts hebt? Contracten die via de technologie worden afgesloten en waar dus geen derde partij aan te pas komt. Moeten we de samenleving op die manier inrichten? Basiskomen heb ik al vermeld. Er is in België ook een debat over. Bijvoorbeeld iemand als Philippe van Parijs die zegt van ik vind dat een goed idee, geef iedereen een basisinkomen. Dat is een sociale manier. Maar dan iemand als Mark de Vos zegt van nee, dat kunnen we niet betalen. Je moet op een andere manier daarmee omgaan met die problemen. Dus zeer interessante discussies, want het gaat hier over van hoe moeten we de maatschappij inrichten. Opnieuw, die discussies waren daar voordien al, waren al voor de technologie daar, maar door de technologie worden ze veel scherper gesteld en worden ze ook dringender gesteld, zou ik zeggen. Dus daar moeten we met z'n allen over nadenken.
Dus wat betekent dat nu voor de ethiek en de politiek? En in de context van het bedrijfsleven dan vooral bekeken. Wel, ten eerste, om dit soort van problemen te gaan aanpakken, denk ik dat we een ethiek nodig hebben die niet pas na de feiten commentaar geeft, die na de feiten gaat klagen over hoe slecht de wereld is geworden door alle technologie, die ook geen doemscenario's daarin gaat zwelgen, maar eerder proactief en op een positieve en constructieve manier gaat kijken voor de technologie ontwikkeld is, van hoe kunnen we nu als ondernemers, als ingenieurs enzovoort, die ethiek al daarover nadenken op het moment dat we hem ontwikkelen. En daarvoor is samenwerking nodig en kunnen we dus bijvoorbeeld als filosofen kunnen we niet alleen. Dus hoe kunnen we dan die kleine vragen met grote vragen rond onderneming en samenleving verbinden en hoe kunnen we die ethiek inbouwen? Dus vanuit de kant van ethiek betekent het dat ik als filosoof wil leren uit de praktijk, dat ik ook naar die praktijk ga, dat ik ga kijken in het lab, in ondernemingen. En dat ik eigenlijk niet altijd vertrek van de ethische theorie en dan naar de praktijk ga, maar ook ga kijken van wat zijn eigenlijk de vragen in de praktijk? Wat zijn de ethische problemen die ingenieurs zelf, waar ze zelf mee aankomen? Wat zijn de ethische en ook politieke vragen die bedrijfsleiders zelf hebben? Dat vind ik belangrijk, want dan denk ik vanuit daaruit kan ik dan wel proberen om concepten te gebruiken als een soort van tools om daar een antwoord op te geven. Maar om de kleine ethiek, om die microproblemen en om die wat vagere samenlevingsproblemen, om daar echt wat aan te doen, denk ik, hebben we dat nodig. Hebben we een ethiek nodig die ook van onderop werkt. En mensen die in de praktijk staan, niet alleen de leiders van bedrijven, maar ook andere mensen die in een organisatie werken, om eigenlijk allerlei soorten van stakeholders en betrokkenen te vragen ook wat zij daarvan denken. Proactief, denk ik dat duidelijk is. Het geval werd ook al vernoemd van Volkswagen. Dit is uiteraard hoe het niet moet. Dus dit is wat je krijgt als je niet proactief aan ethiek doet. Het kan beter door dat wel op voorhand te doen en door het technische ook te zien als niet iets dat apart is, dat apart staat van zaken doen of van het sociale en het politieke ook. Het technische is voor mij als techniekfilosoof verbonden met cultuur, met waarden inderdaad, maar is ook verbonden met allerlei soorten praktijken, allerlei soorten organisaties ook. Dus op die manier, denk ik, kunnen we proactief gaan werken. Ik ben zelf betrokken bij een organisatie, een stichting die noemt Responsible Robotics, waar dus aan accountable innovation wordt gedaan of dat wordt ondersteund en mensen worden bewust gemaakt daarvan. Ik ben ook zelf via een Europees project aan het samenwerken met ingenieurs om robots te maken die autistische kinderen kunnen helpen. Dus dat is een manier om zowel voor de filosofen als de ingenieurs in dit geval om te zeggen, we gaan niet op ons eiland gaan zitten, we gaan ons niet opsluiten in onze eigen organisatie, maar we gaan samenkomen en proberen aan ethiek en techniek tegelijk te doen. En op die manier kun je dus, denk ik, problemen vermijden. Ik wil uiteraard Ethion's ideeën zelf ook uit de inspiratienota hier vermelden, die denk ik zeker in de lijn van dit soort ideeën liggen en die ook kunnen bijdragen aan dit soort denken en vooral ook dit soort doen. Want ik denk dat we meer doen nodig hebben, dat we dus meer een ethiek van de praktijk nodig hebben en niet alleen concepten en argumenten en theorieën. En dat we moeten proberen om bij ondernemingen die het nog niet doen, meer bewustwording te creëren. En mensen die dus strategische keuzes maken, om die bewust te maken dat ethiek eigenlijk daar altijd een deel van kan zijn en moet zijn eigenlijk om goed te ondernemen, om innovatief te zijn en tegelijk dat op een ethische manier te doen en op een manier die vernieuwing brengt in de samenleving op een positieve manier. Naar beleid toe zou ik ook zeggen van beleid is vaak ook reactief.
neemt vaak ook de invalshoek van de juridische kant. En dat is vaak een antwoorden op wat er al is, nadien. Ik denk dat het anders moet, dat beleid nog veel zelf ook proactiever moet worden, strategischer moet worden. En dat ze ook initiatieven die vanuit het bedrijfsleven zelf komen, dus opnieuw ook weer van onderop, dat moet gaan steunen. Want ik denk dat die mensen niet motiveert door te zeggen van bovenuit wat ze moeten doen, of door enkel beperkingen op te leggen. Ik denk dat je de morele autonomie van de mens moet respecteren. En dat je dus mensen zelf moet vragen op elk niveau van organisaties en bedrijven. En zeker ook die bewustwording moet ondersteunen die al bezig is. Om af te sluiten... Wat je dan nodig hebt, denk ik, in die organisaties en in die politiek, is mensen die die techniek en die ethiek kunnen samenbrengen in hun beleid en in de keuzes die ze maken, in hun investeringen, in de nieuwe ondernemingen die ze opstarten en in de plannen die ze daarin maken. En daarvoor heb je dus mensen nodig. En ik denk dat die techniek, die kan ons inderdaad heel hard helpen. Die kan geweldige dingen doen. Ik vind het zelf ook heel fascinerend. Maar we moeten zorgen dat er mensen aan het roer staan en mensen die de visie hebben om die ethiek en dat denken over een nieuwe samenleving, alternatieve samenleving, die dat ook in de vingers hebben en die daar ook achter staan en die daar als mens ook die motivatie bij voelen en daarvoor gaan. Dus dat is mijn boodschap waar ik dan ook wil bij afsluiten.